lijkt wel een zonnetje. Nou, inderdaad, Liet. Maar kan je ook allemaal hartjes geven? Kijk. Zo lijkt het wel heel verliefd, ja. Ja, grappig, hè? En dit noem je nou AR, oftewel Augmented Reality. Interessant, zeg. Virtual reality, oftewel VR gehoord. Virtual reality is Engels voor virtuele werkelijkheid. Een werkelijkheid die digitaal met de computer is gemaakt. En bij VR gebruik je vaak dit soort brillen die VP op heeft. En als je zo'n bril op je gezicht hebt, dan zie je niks meer van de echte werkelijkheid. Alleen nog maar die digitale werkelijkheid. AR is net even anders. Het staat voor Augmented Reality, ofwel aangepaste werkelijkheid. Je neemt de echte werkelijkheid, alles wat je kan zien en kan voelen, en je stopt er digitale extra's bij, waardoor het eigenlijk net een beetje specialer wordt. En in dit filmpje geven we je tips van apps die ook gebruik maken van AR. Snapchat en Instagram zijn daar een voorbeeld van, alleen we hebben nog veel meer leuke en die hebben we voor jou op een rijtje gezet. We hebben ze ingedeeld in 5 categorieën. Ja, en we hebben ook nog een tip vooraf. Kijk even samen met je ouders welke apps je installeert. Dan weet je zeker dat ze bij je passen. Tekenen en bouwen. Ben je dol op kleuren en wil je dat nog net een beetje bijzonderder maken? Met de app Quiffer kan je kleurplaten downloaden en tot leven wekken als je ze ingekleurd hebt. Het heelal. Houd jij, net als ik, ontzettend van planeten en sterren? Dan is de app SkyMap wat voor jou. Stel je bent naar de sterren aan het kijken en ergens zie je een hele heldere ster. Met deze app kun je precies zien welke ster, of misschien wel planeet, dat is. Buiten of samen spelen. Vind je het leuk om juist samen met iemand anders aan de slag te gaan? Met de app ARG kan je samen een soort verstoppertje spelen met allemaal piratie-elementen. De een verstopt de schat via de telefoon op een echte locatie en daarna geef je de telefoon over en gaat de ander schat zoeken. Dieren. Als je van dieren houdt, en zeker van ongebruikelijke dieren, probeer dan eens AR Dragon uit. Wie zegt dat je een draak niet als huisdier kan houden? Boeken. Er zijn ook hele leuke apps die bij een boek horen. We hebben er een aantal in de bibliotheek. Zoals dit boek over insecten, waarbij de insecten tot leven komen op je scherm en je ze zelf kan besturen. Leuk dat je weer keek naar Lab Online. We zijn benieuwd of jij ook apps met AR gaat installeren. Heb je nou leuke ervaringen? Deel ze met ons op social media met de hashtag Lab Online of mail naar laboratorium@bibliotheekutrecht.nl. Tot de volgende keer! Op zoek naar de schat.